Meunier kan trappen en binnen. En Coutinho. Het zijn er 8. Dat is niet normaal. Het zijn er 8. Mertens gaat en Mertens knalt. Knap van Lukaku, dan blijft hij rustig. Lukaku gaat 1-2 binnen knallen. Oh, het is gebeurd. Het mirakel is geschied. Dag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Champions Club. Dinsdag en woensdag wordt speeldag 3 van de UEFA Champions League poelenfase gespeeld. En alle wedstrijden zijn zoals vanouds te zien op Pix Plus Sports. Maar wij gaan ook al even vooruitblikken natuurlijk in onze podcast met vandaag Peter van den Bent en Wim de Koning. Goedemiddag mannen. Goedemiddag. Dag Nicola. Ik begin zoals altijd. Ik vraag al even naar jullie programma deze week. Waar gaan jullie naartoe? Morgen doe ik de studio, de Multilife. En dan woensdag ga ik naar Manchester United Atalanta met Michael van Varenberg. Met Michael van Varenberg. Peter, je hebt altijd een dubbel programma. Waar ga jij heen reizen? Dus morgen Club Brugge tegen City en dan woensdag Benfica tegen Bayern. Alright, goed. Dat zijn al geen slechte affiches. Laat ons het volledige programma er meteen al even bij nemen voor de derde speeldag in de Champions League groepsfase. Want er zijn natuurlijk nog heel wat meer wedstrijden. Club Brugge speelt morgen dinsdag de vroege wedstrijd, ook Besiktas tegen Sporting om 7 uur al. Dan hebben we nog Paris Saint-Germain tegen Leipzig in dezelfde groep als club Shakhtar. Real Madrid, Ajax tegen Dortmund, Porto tegen Milan, Internationale uit Milaan tegen Sheriff Tiraspol, het verrassende Tiraspol uit Moldavië, en Atletico tegen Liverpool. Dus echt wel een fraai programma op dinsdag. En dan gaan we naar woensdag. Daar hebben we onder andere in de vroege kick-off Barcelona tegen Dynamo Kiev en Salzburg tegen Wolfsburg. Dan Benfica tegen Bayern, waar dus Peter naartoe gaat. En United Atalanta, waar Wim zal zitten. Verder nog Chelsea tegen Malmö, Zenit Juventus in dezelfde groep. Lille tegen Sevilla en Young Boys tegen Villarreal. Maar beginnen doen we zoals altijd met de match van onze landskampioen Club Brugge. Peter, daar ga je dus morgenavond naartoe. Club Brugge tegen Manchester City. Het is belangrijk dat we nog eens herhalen in welke uitgangspositie club daaraan begint. Met 4 punten, Peter. Dat blijft spectaculair, hè? Ja, dat zijn er 4 meer dan ik gedacht dat ze zouden halen bij het begin van de competitie. Na 2 speeldagen of in de hele groep? Ja, in de hele groepsfase moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat is overdreven, maar ik heb wel gezegd 0% kans dat Club Brugge naar de volgende ronde kan doorstoten. Enfin, ik denk dat nog altijd. Ik heb wel gezegd, je kan wel eens tegen PSG of City een punt pakken. Of je weet wel een keer per abuis winnen. Maar Club Brugge heeft in die eerste 2 wedstrijden de stoutste verwachtingen overtroffen. Want ze hebben niet alleen een punt gepakt tegen Paris Saint-Germain. Het was ook nog oververdiend. Ja. En hetzelfde kan gezegd worden van die geweldige overwinning op het veld van Leipzig. En ik weet wel, PSG komt dan een beetje met de handen in de zakken. Leipzig is niet helemaal in vorm. Maar ja, zo kunnen we natuurlijk altijd de resultaten van Belgische clubs blijven plat relativeren. Dat is niet de bedoeling. Ja. Ze hebben het gewoon geweldig gedaan. En dat is toch in vergelijking met een maand geleden, ik zou zeggen, een enorme evolutie in het denken. Wij gaan morgen naar die wedstrijd en we denken, we verwachten iets. Hmm, ja. Het is mogelijk. Het is mogelijk. Ja. Wel, ja, ja. Er werd aan Clément gevraagd na de vorige match in Leipzig. Ja, moeten jullie nu de ambitie al bijstellen? Moeten we toch op kwalificatie mikken? Clément ontweek dat. Begrijp je dat? Of mag het toch? Nee, maar ik begrijp dat hij het ontweek, terwijl hij blijkbaar een beetje als enige degene was die erin geloofde om verder te gaan, ook na nieuwjaar, hè, bij de loting. Zeiden we van, wat zegt hij nu? Hè? Je moet altijd doelen stellen en je moet heel erg ambitieus zijn. Ja. Maar nu zwakte hij het al een beetje af, omdat wij nu al een half mirakel verwachten. Omdat hij natuurlijk niet in de situatie terecht wil komen. Dat hij ineens tegen Manchester City moet beginnen met de verwachting op de schouders van Club Brugge. Ja, kan iets halen. Ja. Gelijkspel of wie weet winnen. Terwijl het natuurlijk toch nog altijd een van de allerbeste clubelftallen ter wereld is. Laten we dat toch niet vergeten. En die beter gerodeerd is en beter voetbalt, dat heb ik in de wedstrijd van de vorige speler gezien, dan Paris Saint-Germain. Ja, jullie waren samen in Parijs voor PSG tegen Man City. Ze verloren daar, Man City, Wim. Ja, onverdiend. Ja, ze waren beter dan PSG. Hè. PSG als thuisploeg met de 3 vedetten, veel meer vedetten zelfs, die zakte gewoon gewillig terug tot in eigen 16. Als een kleine ploeg gespeeld. Als een kleine ploeg gespeeld, maar wel gewonnen, 2-0. Dat was helemaal niet qua spelbeeld de uitslag. Het had niet moeten zijn. Waarom deed Pochettino dat ook wel? Omdat Messi dan op de hoek van eigen baklijn kon spelen. Dat hij niet mee moest met Cancelo de hele tijd verdedigen. Dus die parkeerde daar gewoon. Ja. En af en toe proberen te prikken.
Ze kwamen vroeg op voorsprong en dan tweede helft zijn ze één of twee keer over geweest en maken ze de 2-0. Ja, ja. Heel dat stadion had het gevoel van oké, en Sander is ook in Lekki bijvoorbeeld, oké, dit is de déclic. Messi, daar is hij nu vertrokken, hè, want het maakt een geweldige typische Messi-goal. Maar goed, nadien hebben ze voor het eerst in de competitie verloren. Een paar dagen later. En gisteren of eergisteren was het, vrijdag misschien al, met de hak over de sloot tegen Angers, met een doelpunt in het slot van de wedstrijd. Dus Paris Saint-Germain, dat blijft voorlopig toch behelpen. Dus mogen we zeggen dat het toch, ondanks alles, aards moeilijk zal zijn voor de club morgen tegen City? Ja, en vooral ook, dat is ook een beetje de keerzijde van de medaille. Ja, City komt ook niet naar het kleine Club Brugge, maar City heeft drie punten, moet eigenlijk 6 op 6 ook dat, pakken. Maar ook in de veronderstelling van, die hebben dus al 2 keer een resultaat neergezet, dat moeten we toch even ernstig nemen. En Manchester City heeft al een paar keer ronduit indrukwekkend gevoetbald. Dat was bijvoorbeeld zo op Chelsea in die toppers. Ja. Het was geweldig hoe ze de Europese kampioen eigenlijk bij de strot hebben gegrepen. Dat was in de eerste helft zo op het veld van Liverpool, dat dan nog geweldig riposteerde in de tweede helft. En dat was eigenlijk ook zo op het veld van Paris Saint-Germain. Alleen kunnen ze dat, en dat blijft toch een probleem, niet omzetten in een karrevracht aan doel. Zou moeten. Mm-hmm. Soms wel, maar ook evengoed niet. Het is een beetje afhankelijk van welke dag ze zijn, hè, qua afwerking. Ferran Torres is ook geblesseerd, die maakt wel tegenwoordig redelijk makkelijk een goal. Ja, voor Spanje vooral. Op zich misschien wel op dit moment de beste optie. Je kan je niet voorstellen dat in dit elftal, zoals dat kan voetballen, niet altijd voetbal, maar kan voetballen, ook nog eens Haaland stond, of Benzema. Dat is wat iedereen verwachtte, dat ze dat afgelopen zomer toch gingen doen, nog een spits erbij halen. Ze hebben dat met Kane geprobeerd, met Kane vooral, maar dat is dan uiteindelijk niet gelukt. Ik zou die 100 miljoen aan Kane hebben gegeven, niet aan Grealish. Die heeft zich vrij snel heel goed geïntegreerd, vind ik wel, in dat elftal van City. Het is een type zoals ze er al... Maar zo hadden ze er genoeg. En het vreemde is dat de man in vorm met al het hele seizoen, namelijk Silva, eigenlijk op vertrekken stond van de zomer. Die was toch een beetje ontevreden met de speeltijd die hij kreeg, zoals Sterling nu. Ja, en hij is uiteindelijk toch gebleven en hij is met voorsprong de beste man. En de rest zie je toch dat het nog niet helemaal draait. Ook Kevin De Bruyne niet. Je hebt de match tegen Burnley helemaal dat was 2-0, zuinige zege. Typische wedstrijd na een interland break, waarbij die van overal komen, behalve dan een paar Zuid-Amerikanen. Ja. Die komen dan eerst naar Lommel. Ja. Dus dan zijn ze blij, gewoon op automatische piloot, wedstrijd gewonnen. Wel 3 dikke kansen weggegeven. Echt weggegeven voor Burnley. Dus het is niet zo dat City helemaal niets weggeeft. Al is het wel de ploeg in de Premier League die het best verdedigt, ook dit seizoen. Minst aantal schoten tegen enzovoort. Minst aantal doelpogingen. Expected goals tegen enzovoort. Heel erg hoog. Dus wat dat betreft kunnen ze in principe wel verdedigen. Maar Burnley, toch maar met alle respect gezegd, Burnley... Het was geen 5-0 zoals de vorige... Nee, had ook zijn kansen. Maar nog eens, deze wedstrijd was geen maatstaf voor het niveau van City. Wim, bij club wordt er vooral de vraag gesteld, Vormer of Balanta? Omdat Vormer de matchwinnaar was tegen Kortrijk. Ja. Oké, Balanta was er nog niet, dus die kon toen niet spelen. Vormer, die gaat spelen. Hè? Ja, die gaat spelen. Ja. Goed, misschien Vormer of Rits dan, hè? We zullen zien. Maar wat ze alleszins gaan moeten doen, ze gaan verplicht worden om in te zakken. Hè? Ze gaan City hoog aangrijpen, is leven spelen bij manier van spreken. Mm-hmm. Dus ze gaan echt wel diep op eigen helft. Dat gaat ook niet lukken. Als ze dat zouden willen, laat City dat niet doen. Dat ze zelf ook gewoon heel erg hoog willen gaan. Dus ze gaan dat balbezit opeisen. Ze gaan in de 16 van club parkeren bij manier van spreken. En als ze dan goed bij schot zijn, wat soms wel gebeurt, hè, want ze maken wel eens 5 of 6 doelpunten, maar het gebeurt ook dat ze, zoals tegen PSG, geen doelpunt maken uit een geweldig overwicht. Maar dan moet je natuurlijk wel perfect verdedigen. En club is dat ook wel niet gewend natuurlijk. Hè? Nee. Zo dicht bij eigen doel. Dus toch wel wat afwachten. En Kevin vond ik wel, tweede helft tegen PSG, dat hij aan het groeien was. Oké, met nationale ploeg was het dan ook weer een beetje minder. Zoek nog naar zijn beste vorm. Maar ik las er vandaag een correcte analyse van in het laatste nieuws, was het, denk ik, waar inderdaad, en dat zagen we ook bij de nationale ploeg, zijn passing is net wat onzuiver, echt net iets meer balverlies, komt ook veel minder, wordt ook veel minder betrokken in het spel. Dat is de vaststelling die je dan toch ook weer deed in die wedstrijd tegen Burnley, nog een keer alle omstandigheden in acht genomen. Die scherpe assists zijn er ook niet, zoals hij ze anders iets, wel heeft. Iets te lang, iets te kort, zo net die vier zou je kunnen zeggen. We geven hem nog wat tijd, zou ik zeggen. We gaan van de ene... En als ik het mag zeggen, ik denk dat Rits gewoon speelt en Vormer weer op de bank zit. Als je 2 keer hetzelfde elftal tussen de lijnen hebt gebracht in de Champions League, en die hebben het 2 keer geweldig gedaan, moet je dan veranderen omdat de Vormer tegen KV Kortrijk 2 keer heeft gescoord? Dat lijkt me niet, eerlijk gezegd.
Goed, van de ene rode duivel naar de andere, want Peter, je gaat dus woensdag naar Lissabon, Benfica tegen Bayern. Dat is een topper in groep E. En onze Belg van de week, dat is vandaag Jan Vertonghen, want die speelt dus tegen Bayern met een leidersplek als inzet. Dag Jan. Hallo. Dag Jan. Je speelt nu tegen Bayern, maar ik wil toch nog eerst even terugkomen op een paar weken geleden. Toen kwam ik met Wesley Sonck naar Lissabon voor Benfica Barcelona. Dat was geen verkeerde wedstrijd, hè? Nee, dat was een fantastische wedstrijd voor ons. We begonnen die wedstrijd geweldig. We kwamen heel snel 1-0 voor en dat speelde geweldig in ons voordeel. Wij hebben heel veel snelheid voorin, dus konden we iets rekenen, iets achteruit leunen en vooral counteren eigenlijk. En dat hebben we heel goed gedaan. Ja, eigenlijk, Jan, is de start van jullie seizoen in het algemeen fantastisch. Hè? Jullie staan ook aan de leiding in de competitie afgelopen weekend. Was bekervoetbal, daar heb je ook meegedaan, dacht ik. 1-2 gewonnen. Dus voorlopig gaat alles lekker, of niet? Of waarom lach je? Dat is een beetje moeilijk, hoor, die wedstrijd. Ja, nee, de laatste competitiewedstrijd voor de Interlandbreek verloren thuis. Dus die was wel pijnlijk. En, dat was de euforie misschien? Nee, dat was van een team dat op de 16 verdedigde. En je kent het vooral dat met een corner maakte ze de 1-0. En we hebben 100 kansen gehad en niet gescoord. Dus deksel op de neus. Nee, ik moest lachen omdat we... Ik heb alweer 120 minuten in de benen. We hebben verlenging gespeeld in uitwedstrijd in de beker. Dus hopelijk voelen we dat niet te veel woensdag. Ja, Peter, die heeft hem blijkbaar gezien, die match, Peter. Want je zei het, nee, het was moeilijk. Een lange samenvatting heb ik ervan gezien. En inderdaad, nu moeilijk. Ja, het is zo'n typische bekerwedstrijd tegen een tweede klasse. Vol stadion, denk ik. Geweldige ambiance. En al een afgekeurde goal. Vrij vroeg van de tegenstander ook. Randje buitenspel. Ik denk niet dat er een VAR aanwezig was, eerlijk gezegd. Geen idee, Jan. Ja, zal dat en zij hebben dan zelf kunnen scoren. Dat was ook dan weer randje buitenspel. Maar het is Het was buitenspel inderdaad en afgekeurd. Ik weet niet of het... echt buitenspel was, maar ze hebben wel een aantal goede kansen gehad. Inderdaad, wij speelden ook met veel jongens inderdaad, die dan normaal iets minder speelden. Veel Zuid-Amerikanen terug waren. En we mogen blij zijn dat we door zijn. Ja, maar Jan, tegelijkertijd is dat ook goed nieuws. Hè? Je speelt zo goed als alles, dus je voelt je daar wel lekker, denk ik, in je tweede seizoen ondertussen. Ja, klopt. Dat was voor mij een van de belangrijkste redenen dat ik wou veranderen. Ik wou een andere competitie, ik wou Champions League spelen en ik wou alles spelen. En dat gebeurt dit seizoen allemaal. Ik voel mij goed. We zijn een stuk beter begonnen dan vorig seizoen. En we zijn aangepast aan een trainer en aan ons. En we hebben een goede ploeg en dat zie je terug in de resultaten. Ja, die trainer, daar zijn grote fans hiervan, denk ik, in de zaal, Peter. Ja, vooral omdat het mijn trainer niet is, denk ik, eerlijk gezegd. Want ja, hij is nogal energiek langs de lijn, hebben we nog in Eindhoven gezien, bijvoorbeeld. Ja, dat moment met, wie was het alweer? Ja, met Ramos of Ramon? Gonzalo Ramos. Ja, Ramos inderdaad was hilarisch. Toen hij even dacht riposteerde of ook een opmerking wilde maken. En wees op de iPad. Dat soort dingen maken we dagelijks mee. Is hij rustiger op de trainingen, Jan? Absoluut niet. Nee. Ik ben de fanatiekste trainer die ik ooit heb meegemaakt. En die energie brengt hij wel over op de club, denk ik. Ja. Die mens is 67 zeker, hè? Zoiets. Hè? Dus niet evident. Ja. Zeker. Maar hij is nog zo fanatiek als de eerste dag. Het is ongelooflijk. En wij profiteren wel van zijn energie. Kan je daarvan genieten, Jan? Of denk je soms op je 34ste... Ja, ik heb al veel meegemaakt, doe nu maar eens rustig. Genieten? Wow, ik moest er wel aan wennen. De eerste paar trainingen, de eerste paar weken, misschien wel eens een paar maanden. Nu kan ik iets beter plaatsen. Je kunt wel echt een discussie gaan met hem. En als zolang dat je met goede argumenten komt, dan kun je heel goed, fijn voetbalgesprek met hem voeren. Alleen hij is heel fanatiek en ik denk dat dat die Zuiderse mentaliteit is. Ik denk dat ik dat vaker zie bij Portugese en Zuiderse coaches, dat zij toch bepaalde energie aan de dag leggen aan de zijlijn. Pas op, die is trainer, die is naar Brazilië gegaan bij Flamengo. Flamengo, ja. Werd daar trainer, werd eigenlijk uitgespuwd door al die Brazilianen. Die dachten, wat komt die onnozele Portugees ons hier nu even laten voetballen. Heeft daar alles gewonnen om 1 jaar en dan gezegd, nu ben ik weer. Fantastisch, ja, fantastisch. Klopt, ja. Jan, jullie wonnen dus met 3-0 van Barcelona. Er waren meerdere spelers van wie ik zwaar onder indruk was in die wedstrijd. Wie is voor jou de man voor jullie in jullie ploeg? Want er zijn er een paar. Je noemde de snelheid van Núñez, neem ik aan vooral. Maar... Ja.
Rafa Silva vond ik ook heel goed. Ja, dat is mijn favoriet ook. Als ik er dan ik er drie uithalen. Inderdaad, Rafa Silva, die voor ons heel belangrijk is. Ook Portugees international. En geweldig snel, maar ook nog die controle heeft in zijn snelheid. En dat is wat je vaak, niet vaak ziet bij zo'n snelle jongens. Die missen dan vaak de controle op de snelheid. En hij heeft die wel. Dan Grimaldo, onze linksachter. Ja, ja. Spanje. Geweldige linkervoet. Mm. En in het systeem dat wij nu spelen met 3-4-3 of 3-5-2 komt hij geweldig tot zijn recht. En dan voor jullie misschien iets bekender, Weigel. Ja. Die nog bij Dortmund heeft gespeeld. En die al echt een heel goede zes is. Gewoon heel goed aan de bal, sterk loopvermogen, weet wat hij kan en niet kan. En dat vind ik op dit moment drie heel belangrijke spelers bij ons. Ja, absoluut. Jullie staan er goed voor met 4 punten. Barcelona heeft er 0 natuurlijk. Maar nu volgt Bayern en we waren hier daarnet al even voor de show aan het praten over de eerste 38 minuten. Jan, je hebt dat ook wel gehoord, denk ik, van Bayern tegen Leverkusen. Ja, kijk, toevallig op livescore gistermiddag. Dat was echt rust. 0-5. Het is gewoon ongelooflijk. Ik weet niet, ik heb geen beelden gezien, maar ik kan me voorstellen dat ze dan in de tweede helft iets rustiger hebben gedaan en wat jongens hebben gewisseld. Gaan jullie nog naar de beelden kijken, Jan? Gaan jullie nog naar de beelden kijken? Gaan jullie nog naar de beelden kijken allemaal samen? Of gebeurt dat niet? Van die wedstrijd? We hebben zo'n 1,5 uur meeting per dag hier, dus er zal wel iets voorbij komen. Okay. 1,5 uur? Ja. Minstens. Ja, minstens. Ja. Oh, lala. Okay. Nee, maar waarop rekenen jullie tegen dat Bayern? Want makkelijk is het natuurlijk nooit tegen hen. Misschien dat een puntje wel al interessant kan zijn in deze situatie in de groep, hè? Ja, vooral omdat Bayern heeft natuurlijk gewonnen bij Barcelona. Als wij dan ons richten op Barcelona, eigenlijk voor die tweede plek, dan zou een punt al goud zijn. En vanuitgaande dat Bayern alles thuis wint, dan zou een punt al goed zijn. Wij spelen wel echt elke match om te winnen, met publiek achter ons in de Champions League. Dat is onze filosofie. Ik denk niet dat we zullen inzakken. Maar we gaan gewoon proberen om thuis zeker voor de winst te gaan. En uiteindelijk, als je mijn punt wegkomt, dan zou ik al niet slecht zijn tegen dit Bayern, denk ik. Ja, kijk, als Bayern München erop vliegt, zoals ze dat deden tegen Leverkusen, dan zijn bijna alle ploegen ter wereld kansloos. Mm-hmm. Dat is geen schande natuurlijk. Want die tempo en de druk, de pressing die kunnen ontwikkelen, dat scorend vermogen, combinaties van achteruit op de tegenaanval, alles zit erin. Dat is nog eens, dat is een van de allerbeste ploegen, misschien wel de beste ploeg ter wereld. Dus met respect voor Benfica, dan kan je een moeilijke avond hebben natuurlijk. Absoluut. Jan, mag het stadion al terug vollopen? Want dat was nog niet het geval tegen Barcelona, ongeveer de helft. Nee, volgens mij was het vanaf 1 oktober. En als ik me niet vergis, was Barcelona net ervoor. Dus het mag wel weer, ja. Alright, goed. We kijken dan naar uit. Peter, je zult Jan wellicht zien. Hè, dan het, ik kom graag in Lissabon, vind ik een fantastische stad. Dallous vind ik een geweldig stadion met de sfeer die er altijd is. En het is een soort, het is ook altijd een beetje nostalgie zo naar het Europees kampioenschap 2004 met de Portugezen en zo. Dus altijd graag naar Ginder. En meestal goed weer, Jan. Ik hoop ook nu nog, want daar rekenen we toch een beetje. Ja. Morgen wordt nog eens 26 graden. Woensdag voorspellen is wel regen. Oei. Ja, kijk. Alright. Okay. Goed. Jan, heel erg bedankt voor je tijd, man. En veel succes woensdag. We gaan het volgen, Peter. Zal is zijn. Goed. Succes, man. Succes, Jan. Okay. Dankjewel. Dag Jan. En zijn zoontje is nog niet wakker geworden, dus dat heeft ons nog een goed gesprek opgeleverd. Tof. Maar Peter en Wim er nog heel even op terugkomen misschien. Bild kopte na die wedstrijd. Waanzin. Omdat het zo snel... dat was eigenlijk de topper van de speeldag. Spits en spin. Ja. Iedereen verwachtte er veel van. En dan krijg je dat. En dan moet je weten, Bayern München heeft niet al zijn kansen afgemaakt. Hè. Sané heeft nog een keer tegen de paal getrapt. Nog 3-4 momenten in de eerste helft. Hè, voor alle duidelijkheid. Waarin ze nog doelpunten hadden kunnen maken. En ook de manier... ze maken doelpunten op alle mogelijke manieren. Met een hoge pressing, hoge recuperatie. Op een standaard situatie een paar keer. Ze hebben een geweldige luchtmacht. Ja, alles zit er gewoon in. En nog eens Lewandowski. En je mag andere spitsen ernaast zetten. Blijft voor mij de beste. Want de beste van spitsen of de beste ter wereld?
Van de spits, uiteraard. Ah, well, mijn volgende thema gaat namelijk over wie de beste speler ter wereld zou kunnen zijn. De trainer van Liverpool. Maar dat is, nee, dat is iets anders. Ik bedoel niet de beste speler ter wereld, maar van alle spitsen die worden genoemd, hè, zijn er zo'n stuk of 5, 6, waar Lukaku dan ook zichzelf een paar keer heeft tussengeschoven. Ja, blijft Lewandowski wat mij betreft fenomenaal. Ook in het samen. En Benzema is er naartoe gegroeid, zeker sinds het vertrek van Ronaldo. Maar ja, ook in het samenspel, in de onbaatzuchtigheid, die eerste goal, die afwerking, hoe dat snel reageren op die bal die voor de goal komt, achter het steunbeen. Maar ook gewoon in Barcelona ook, hè, een bal die van de paal komt, er is maar één die reageert, is hij. Hè. Ja. Maar ze voetballen een beetje zoals City, nog indrukwekkender, maar dezelfde filosofie op de helft van de tegenstander. Maar City heeft die kwaliteiten niet van een diepe spits of de luchtmacht om het alsnog te forceren. Zit Lewandowski bij City en hij maakt er ook 1000. Ja, voilà. Maar ik wil maar zeggen, hij is het soort spits dat leeft bij een offensieve ploeg. Hè. Als hij bij Polen speelt, is dat een stuk minder, omdat hij dan verder van de goal, hij moet echt wel rond die 16 kunnen functioneren. Moeten we Haaland ook meenemen in overweging? Jawel, want hij heeft er ook weer twee gemaakt. Ja, afgelopen weekend zit dan 49 bij, goals. Penalty bij. Ja, maar wel 49 in 49 Bundesliga matchen. Maar voorlopig zet ik Lewandowski toch nog een eind erboven natuurlijk. Kan ik begrijpen. Lewandowski doet het al een jaar of 10, bij wijze van spreken. Ja. Van niet bij wijze van spreken. Hij doet het al, Haaland gaat dat waarschijnlijk ook wel proberen. Zeker. Ja, maar zeker. Maar we zien wel. Die gaat naar een grotere ploeg gaan, nog beter bediend worden. Want Dortmund is toch een beetje met vallen en opstaan. Dus, Benfica tegen Bayern, dat is een topper in groep E om de leidersplaats. Er is ook een topper in groep B. Strijd om de leiding daar tussen Atletico en Liverpool. En daar wou ik toe komen, Peter. Jurgen Klopp die heeft na de wedstrijd op Watford, Liverpool heeft hij gewonnen met 0-5, de loftrompet bovengehaald voor Mo Salah, de Egyptenaar. Dit is wat hij zei over Mo Salah. Yeah, it is. It is. He's phenomenal. So what can we say? He's for sure in the moment the best player in the world. I know we only have to answer this because we get asked now from everybody. But it's no problem. Why we should not mention it when it's the case? He's in a top shape. He's doing pretty good, and it's really nice watching him. And that was a top class performance, even without the goal. Ja, hij maakte dus één doelpunt, Wim. Dat was de 0-4 in die 0-5 overwinning. Dat ik heb doelpunt ze gezien. Dat was fenomenaal. Effectief wel schitterend. Ja. In de 16 met 3-4 mensen rond zich. En dan een soort zaalvoetbalbeweging. En dan uiteindelijk hem ook nog afgewerkt. Met links dan nog in de vaste hoek. Ja. Verschil natuurlijk. Salah is een buitenspeler die graag naar binnen komt. Dat is iets helemaal anders. Een diepe spits is dat eigenlijk niet. Maar hij maakt wel heel veel doelpunten. En hij blijft dat ook jaar na jaar doen. Hè. Het is natuurlijk een heel goeie om nu te zeggen dat het de beste van de wereld is. Dat doe je graag als trainer, hè, van zo iemand. Maar ze zijn wel in zijn spelers, vorm, in de beste vorm dat zou kunnen. En zijn assist buitenkant voet. Ja, dat was geweldig. Ja, hij zei het, alles, he. Zelfs zonder het toekomst. Dat was ook niet mis natuurlijk. Maar door het feit dat Van Dijk terug is, is de defensie geen thema meer bij Liverpool. En worden door weinigen als een van de mogelijke Champions League winnaars aangeduid. Maar zouden wel eens voor de grote verrassing kunnen zorgen, als het een verrassing al zou zijn. Maar we waren ze een beetje vergeten, maar daar zijn ze toch wel heel daar terug. Daar wil ik inderdaad zonder, naar vragen, zonder Peter. Transfers. Ja, ze hebben, ze hebben niemand gekocht eigenlijk. Alles rond hen heeft van de supporters dat er niks kwam. Alles rond hen heeft geweldig geïnvesteerd. En zij niets. Ja, en ze hebben al geweldig uitgehaald op de vorige speeldag. 1-5 bij Porto, ze hebben 6-6. Het zou wel eens kunnen tegenvallen voor Atletico misschien. Die mogen rusten dit weekend. Hè. Dat is ook iets nieuws in Spanje nu. Real ook, geloof ik, heeft ook niet gespeeld. Ja, Real ook niet gespeeld, nee. Dus dat is vrij opmerkelijk. Door die internationals die naar Zuid-Amerika zijn. Barcelona wel gespeeld, maar die hebben minder internationals natuurlijk. Hè. Tegenwoordig dag van vandaag, wel. Ja. Maar het is voor mij de wedstrijd die doet denken aan corona, hè. Dat was onze laatste wedstrijd. We waren op Anfield Road tussen Liverpool en Atletico. Wel 2-3. Geweldige match. Atletico won toen wel. Dat was Llorente, denk ik. Hè? Llorente in de na verlengingen. Dus, je weet, Atletico heb je toch altijd een klein probleempje mee. Ik had de indruk dat het net wat minder was voor de Interland break. Maar toch. Ja. Mm-hmm. We zullen zien. In elk geval, bij Liverpool gaat het nu dus goed. Maar Wim, jij gaat naar Manchester United. Ja. En dat is een ploeg in crisis, hè? Want ze hebben verloren van Leicester. Je hebt die match gezien. Ja, ik heb die match gezien. 4-2.
kwamen ze nog goed mee weg misschien. Zeer goed weg, want we moeten stellen dat De Gea de uitblinker was bij Manchester United en voor de rest niemand op niveau was. Dus als we moeten zeggen dat De Gea de uitblinker is bij United, dat is toch iemand die een beetje aanzien wordt als het zwakke punt bij dit United. Ja, dan zegt dat veel over de prestatie van United, maar ook over de prestatie van Leicester, dat heel sterk was, heel goed, nogthans ook in crisis een beetje, ja. Of ferm in crisis, maar die wilden absoluut die wedstrijd winnen. Scoreverloop was ook niet in hun voordeel, maar ze kwamen wel geweldig terug, hè, want United kwam op voorsprong, schitterende goal van Greenwood, misschien wel de beste man. Maar voor de rest was dat loszand. United was echt wel vreselijk om naar te kijken. Ja. En met zo'n kwaliteiten op het veld, normaal gezien, moet je toch veel meer kunnen brengen dan wat ze nu gedaan hebben. Peter, je hebt ze ook al een paar keer... Maguire was een catastrofe. Ja, vreselijk. Ja. Die was niet fit en toch moest hij spelen. Ja, maar blijkbaar. Een paar weken buiten strijd geweest met een kuitblessure. Ja. Maar Peter, ook omdat Varane geblesseerd was natuurlijk, daar centraal achterin. Maar hij heeft er dan nog wel. Hij heeft ook Bailly en zo, Lindeleuf. Maguire, als die echt niet fit is, dan moet hij zeggen dat die niet kan spelen. Maar het is wel een gigantisch probleem dat Solskjaer op dit moment niet meer rendement kan halen uit wat toch een verzameling grote talenten is. Dus het probleem is een beetje tweeledig. Ik heb mij toch eens geïnformeerd bij mensen die elke week naar Manchester United kijken en dat al gedurende een jaar of 50, denk ik. Okay. En die zeggen, oké, de trainer is een deel van het probleem, want hij heeft onvoldoende karuur. Het kostuumpje, zijn kostuum best is te groot op dit niveau om al dat verzameld talent, maar vooral al die verzamelde ego's te managen, zal ik maar zeggen. Maar tegelijkertijd is het toch ook een beetje het probleem van het falende transferbeleid, want ze hebben nog maar weer aanvallers gekocht. Dat lopen elkaar gezegd, daarvoor dat de voeten. Dat er geen maar evenwicht in die ploeg. Nee, omdat er geen echt absolute top nummer 6 is en er vaak een onevenwicht is in het elftal. En nu was het weer Matic die daar speelde. Matic is toch een beetje een has-been ondertussen. Fred Matic, Pogba op het middenveld. Okay. Fred heeft, daar ook al gespeeld. Dus daar hadden ze beter geïnvesteerd. Als je kijkt, ze hebben 100 miljoen gegeven aan Sancho. Mm-hmm. Ja, die heeft eigenlijk nog geen enkele goede wedstrijd gespeeld. Nul goals en nul assists. Hoe komt dat, Wim? Want we hebben die toch geweldige dingen ook zien doen in Duitsland. Ja, maar oké, op het einde bij Borussia Dortmund was het ook alweer een beetje minder. Maar zoals Peter zegt, ze lopen elkaar voor de voeten, voorin. Rashford komt er nu nog bij. Martial, Cavani, Cristiano Ronaldo, Rashford, Sancho, Bruno Fernandes en Greenwood. Als je dat allemaal voor het uitkiezen hebt, ja, maar probeer daar maar eens iedereen tevreden te houden en iedereen naar het hoogste niveau te brengen. Ja. Want Cristiano moet altijd spelen natuurlijk. Hè. Dus Rashford viel in. Van hem wordt dan gezegd dat hij te veel met nevenzaken bezig is. Maar maakte een goede goal. Eerste match sinds het EK. Maar binnen de minuut was het bingo aan de overkant. Hè. Inderdaad, op het middenveld. Oké, met Pogba. Als hij dan met Frankrijk speelt, speelt hij sterker dan met United. Dat is een feit. En achterin, goed, zijn ook allemaal internationals. Ze hebben daar Varane nu nog bijgehaald, maar zelfs met Varane erbij. Maar ook Shaw, die vorig jaar geweldig was, ineens weer terug was. Ja, hè, die helemaal gerehabiliteerd werd, ook in de Engelse nationale ploeg. Hè, die is ondertussen ook weer een half spookrijder. Ja, ook Wan-Bissaka krijgt dan een rode kaart na een domme fout. Er gebeurt altijd wel iets. En je ziet je ziet inderdaad, als je dan het beeld krijgt van Solskjaer, heb je zoiets van... Ja, dat hij daar wat verloren loopt in die... Wat moet ik hier nu aan doen? Ik heb al een beetje onherbiedig gezegd, als ik die zie zitten, heb ik altijd zin om er eens tegen te duwen, om te zien of hij nog leeft eigenlijk op de bank. Want zo zit hij daar altijd, maar je hoeft niet allemaal Georges Jezusen te zijn, een beetje meer vuur van aan de zijkant kan toch geen kwaad. Er zit gigantisch veel druk op die wedstrijd, want ze spelen Atalanta, en dan in het weekend... Liverpool. Ja, natuurlijk. Ja. Heeft al verloren in Zwitserland. In Young Boys, dat kan je toch echt niet veroorloven. Ze winnen dan 2-1. Tegen Villarreal, de 96e minuut. Hè. Ook onverdiend, dus onverdiend, daar is het meegevallen, oké. Maar de grinta, je voelt ook de manier waarop Leicester aan de aftrap komt, is een hemelsbreed verschil met hoe United aan de aftrap komt. En dan ligt dat toch wel voor een groot deel aan de coach ook natuurlijk. Wel, Peter, je hebt ze al vaker zien spelen. Zo was er onder andere deze match, dat was in het begin van de groepsfase van vorig jaar. Voetballen met Rashford. Rashford de trap en de goal! Oh la la! Marcus Rashford voor 1-2. Heerlijke aanval en heerlijke trap en hij doet het opnieuw. Net als 2 jaar geleden, op een andere manier, Marcus Rashford
met een knal waarmee je Navas kan verslaan. Ja, het straffe is dus, Peter, dat ze twee keer zijn gaan winnen al in de recente jaren in Parijs. Oké, dat was soms met... Ja, die eerste keer was zonder het goed te beseffen. Maar dit is de start van de groepsfase vorig seizoen. Ze pakken dan 6-6. Ze winnen de wedstrijd daarna met 5-0 van Leipzig. Ja. En dan gaan ze er toch nog uit in ze verliezen dan thuis van Paris Saint-Germain. En ze verliezen de cruciale wedstrijd met 3-2 op het veld van Leipzig. Dus er is geen enkele... hier ook verloren. Ja, er is geen enkele constante in dat elftal. Dus, dat is nu toch al een vrij lange periode. Ja. Ook halve finale van... tegen Sevilla verloren van de Europa League in de corona-periode. Vorig jaar toch topfavoriet tegen Villarreal, met alle respect, in de finale van de Europa League. Ja, toch weer verloren met strafschoppen. Maar het is al langer aan de gang. Hè. Ook van voor Solskjaer, Lukaku was er toch ook heel erg ongelukkig. Hè. Omdat er defensief gevoetbald werd, dat ze hem moeilijk konden aanspelen, dat er geen automatisme in die ploeg zat. Samenvattend, mannen, Solskjaer weg en een nieuwe, en wie dan? Oei, dat zijn veel vragen ineens. Ik heb nog nooit gezegd dat een trainer moet vertrekken. Nee. Dat ga ik nu ook niet doen. Nee. Daarvoor ken ik de interne keuken. Nee. Is goed genoeg. Maar tegelijkertijd, als je dit allemaal oplijst, dan is dat gewoon te veel. Dan is dat gewoon te veel. En als het de verkeerde kant uitgaat deze week en tegen Atalanta, en zeker die belangrijke wedstrijd tegen Liverpool, dan wordt het toch nijpen. Ik denk wel, Atalanta, Wim, is minder goed dan de voorbije 2 jaar, of zeker dan 2 jaar geleden, toen ze de Final 8 hebben gehaald. Dat moet wel haalbaar zijn nu deze week in principe. Ja, maar het blijft toch wel een beter collectief, laat me dan zo stellen, dan United. Hè. Dus Atalanta niet onderschatten. Oké, als we er veel van verwachten, dan valt dat meestal tegen. Als we er weinig van verwachten, dan komen ze meestal met de beste prestaties naar voren. De manier waarop zij voetballen met die hoge intensiteit en die tegenpressing en ook die gaan zich niet ingraven, die gaan komen. En dat heeft United niet graag. Hè. Dus ik denk niet dat ze zomaar over Atalanta gaan lopen, verre van. Hè. En ze hebben Ilicic was weer terug van het weekend, hè, met wat doelpunten. Ik denk toch wel dat Atalanta, dat inderdaad het niet geweldig doet in Italië, maar geen hapklare brok is voor United. Alright, goed. Dan gaan we het nog heel even hebben over onze Pix Prono-wedstrijd. Want op prono.pix.be kunt u, dat weet u intussen wel al wellicht, de wedstrijden voorspellen, de uitslagen voorspellen. En er zijn mooie prijzen te winnen. PlayStation 5 tickets voor de finale, VIP-tickets met hotel en zo en vlucht erbij. Dus dat is allemaal wel de moeite. Ik zet ook altijd mijn gasten hier een beetje aan het werk. Kleine pronostiek bij Club Brugge tegen Man City bijvoorbeeld. Daar kunnen we mee starten. Wat wordt het? Toch een nederlaag, denk ik. Ja? Durf je er cijfers op plakken? 1-3. Oké, Wim, dat... Ja, een doelpunt maken tegen City zou al geweldig zijn. Hè. En dan hopelijk er zo weinig mogelijk binnenkrijgen. Maar goed, dat hebben we ook in die vorige wedstrijden gedaan. En zeker tegen PSG. Je kan ervan op aan dat City wel zijn niveau zal halen. Wat ze in zich hebben. Bij PSG moesten dat altijd nog afwachten. Dus ik denk toch wel 0-2. 0-2, ja. Nou, kan ik me ook wel in vinden. Dan pakken we er nog 2 andere matchen bij misschien. Ajax-Dortmund. Ook een leuke wedstrijd. Daar gaat Wilfried Mostings voor ons naartoe. Ja, dat is 3-3. Ja, dat zijn 2 ploegen die 6-6 hebben. Voilà. Die eigenlijk niks te verliezen hebben. Want Sporting en Besiktas, daar gaat het niet van komen. Hè? Nee, laat het maar een geweldige wedstrijd worden. Een open wedstrijd. En ik vind het wel mooi dat Peter zegt 3-3. Het zou gerust kunnen. Ja. Ik zeg 0-0. 0-0. Oké, je moet als je pronosticeert, moet je iets doen wat meestal niet verwacht wordt. Hè. Doe maar 0-0. Wat verwachten we tot slot van Inter tegen Sheriff Tiraspol? Ik denk dat... Kan het nog eens? Nee, die Moldaviërs gaan nu toch een keer op hun plaats gezet worden. Dus ik denk 5-0. 5-0, oké. Ja, het moet hè, voor Inter. 1-6 en Sheriff 6-6. Hè. Verloren van Real Madrid, Inter en dan 0-0 op Shakhtar. Hè. En de kwaliteit van de doelpunten van Sheriff was geweldig. De goals die ze gemaakt hebben waren geweldig. Niet dat ze veel kansen hebben afgedwongen, maar de keren dat ze scoorden... Alsof de scheidsrechter mee hebben. Ja, het scheidsrechter. Allee, dat van het Ancelotti. Ja, Ancelotti. Ja. Visser en Van Driessen. Ja. Is hij aangeduid, Visser? Ik heb er niks van gelezen. Nee, deze ik heb week. Ook niet van gelezen. Ik denk dat hij er niet bij is. Maar Inter, dat heeft nog niet gescoord hè, in de Champions League. Ondanks het feit, ik was daar tegen Real, dat ze heel goed voetbalden, wat mij betrof. Courtois was goed. Ze hebben wel een spits zien vertrekken, denk ik. Ja. Het is toch een belangrijk... Het schijnt toch een probleem. Ze hebben ook verloren dit weekend tegen Lazio. Ja, ik weet het. Ja. En ze hebben die door 2 mensen vervangen, maar je mocht die niet opstellen, alle 2. Met Correa en Dzeko voor Lukaku.
Maar ja, moeten winnen. En dat zal niet simpel zijn tegen Sheriff Tiraspol. Dat vanaf nu gaat genieten, hebben ze gezegd. Zes hebben ze, ja. Onwaarschijnlijk. Ja, ja, maar, ja, uitslag, Wim, kom. Club is een beetje het Tiraspol. Ja. 5-0 of niet? Wim. Nee. Ik doe maar 1-1. 1-1, kijk eens aan. Een punt voor Sheriff. Ja. Peter, ik dacht te vragen, heb je het weerbericht bekeken? Maar Jan Vertonghen heeft het al gezegd. Ik dacht nogthans zon en wolken en 23 graden. Maar blijkbaar gaat het regenen. Nee, die regen. Wolken zijn weg tegen dat we zijn op de middag. Toen ik er was, 2 weken geleden, was het 27, dus was wel aangenaam. Wim, Manchester, heb je dat gecheckt? Nee, ik heb nog niet gecheckt. Regen, altijd. Regen, 15 graden. Meen je? Ja. Oké. Okay. Veel plezier. Ja, goed, Peter mag zijn wedstrijden net kiezen, mij zetten zijn. Ik denk dat het ook een fijne match is. Jawel, zeker weten. Mannen, heel erg tof dat we even konden vooruitblikken op de wedstrijden van deze week. En voor de rest natuurlijk voor de mensen die luisteren, ofwel tot bij een volgende podcast, ofwel morgen en woensdag live op Pix Plus Sports. Natuurlijk alle Champions League matchen bij ons te zien. Tot dan!